Vandaag in Enschede. Ik heb afspraak met Mark van AK Schoonmaak. En ik ga ondervinden wat het is om een glas te bewassen, maar ook een huis schoon te maken. Kun je in kort vertellen, wat houdt jouw werkzaamheden nou precies in? Allround schoonmaakmiddelwerken. Dat kan zijn van een huisje schoonmaken, van een woningstichting. Een stukje glasbewassing, een vloertje conserveren. En begint je werkdag nu heel vroeg in de schoonmaak? Mijn dag begint over het algemeen rond een uurtje of 7:30, 8:00 en die eindigt rond 4:00. Kan iedereen het werk doen? Want volgens mij is het behoorlijk zwaar. Het is behoorlijk zwaar, het is wel intensief. Heel veel mensen verkijken zich daar ook op. Dus je moet wel een goede lichamelijke gezondheid hebben, wil je dit werk permanent uitvoeren. Wat maakt jouw werkdag nu leuk? Nou, met name de vloeren conserveren. Kijk, als je de vloer aantreft, dan is de vloer aardig kaal. Die maken we dan helemaal schoon. Zo'n vloer wordt ook weer dichtgepoetst, die wordt gesield en er worden waslagen op aangebracht. En als je dan het eindresultaat ziet, dan ga je met een zeer tevreden gevoel ga je dan naar huis toe. Ja, er zijn heel veel vooroordelen binnen de schoonmaak. Slecht betaald, het is smerig werk. Ja, wat is jouw beeld daarbij? En het is een beetje aan jezelf hoe je daarmee omgaat en hoe je daar naar kijkt. Ja, er zijn voornamelijk mannen die het schoonmaakwerk doen binnen AK. Zijn er ook dames aan het werk bij jullie? We hebben ook dames aan het werk. Met name kantoorpandjes die ze dan schoonmaken. Ook in de bouwwereld weer. De bouwketen die ze schoonmaken. Daar hebben wij ook dames aan het werk. Ja, je zit al 14 jaar in het vak. Dat is best wel lang eigenlijk voor een schoonmaker, toch? Wat is de reden? Ja, de voldoening. Hè? Als alles wat vies is, kan weer schoongemaakt worden. En als je het eindresultaat ziet, ja, dan geef je dan wel een voldaan gevoel. Waarom zouden de mensen die nu kijken nou in de schoonmaak moeten gaan werken? Ja, het is wat ik zeg. Het is een uitdaging. Het is afwisselend werk. Werktijden zijn perfect. En het is gewoon een uitdaging om alles wat vies is weer schoon te krijgen. Hier lekker geoefend voor de glasbewassing. Nu gaat het echte werk beginnen. Nou, dit maakt het werk natuurlijk zwaar, maar goed, ik heb het wel gedaan.